Kia, bekend van BB &B vol liefde, heeft haar zoektocht naar de liefde met Mike helaas niet kunnen voltooien. Maar er is goed nieuws, ze lijkt nu de sprong te wagen in de datingwereld met een nieuwe man die ze heeft leren kennen tijdens de reunie van de show. Terwijl Kia met lege handen naar huis ging na haar avontuur met de surfer Mike, heeft hij inmiddels zijn geluk gevonden in een nieuwe relatie met een Spaanse vrouw. Kia daarentegen laat zich niet ontmoedigen en vertelt in een interview met Realitea van RTL Boulevard over haar recente ontwikkelingen. Mijn DM's stromen echt vol met berichten van allerlei aard. Tussen de berichten zitten liefdesverzoeken, maar ook wat bizarre verzoeken. Zoals mensen die vragen of ik foto's van mijn voeten wil sturen, legt Kia uit. Ondanks de vele berichten heeft ze geen serieuze reacties gegeven. Maar er is wel degelijk een interessante wending in haar liefdesleven. Tijdens de reunie van BB &B Vol Liefde ontmoette ze iemand die ze al kende, en het gesprek met hem verliep heel natuurlijk. Mijn vriendin en ik keken de reunie in een gezellige bar in Amsterdam. Terwijl we buiten zaten, kwam deze aantrekkelijke man voorbij die spontaan een gesprek met me begon. We wisselden een paar zinnen uit en daarna ging hij weer verder, herinnert Kia zich. Deze man is een compleet ander type dan Mike, maar dat is precies wat Kia zoekt: een nieuwe ervaring in de liefde en in de soorten mannen waar ze normaal gesproken op valt. De liefde tussen Kia en haar nieuwe date is nog pril. Ze hebben tot nu toe slechts twee dates gehad. Maar wie weet waar dit avontuur hen naartoe zal leiden? Kia is optimistisch en benieuwd naar wat deze nieuwe connectie te bieden heeft. Het lijkt erop dat ze met open armen nieuwe kansen in de liefde verwelkomt, terwijl ze tegelijkertijd het verleden achter zich laat.